U vindt de schriftlezing voor deze avond in het Evangelie naar Johannes, het 19e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 30. De schriftlezing vindt u in Johannes 19, de versen 17 tot en met 30. Wij vinden daar Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats, genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen aan elke zijde heen, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift, zette dat op het kruis. En daar was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden. Want de plaats daar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: dat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wie die zijn zal. Opdat de schrift vervuld worden, die zegt: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. Van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij doch, daar stond dan een vat vol edik. Zij vulden een spons met edik en omleiden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. Wij willen u met de hulp des Heren deze avond het woord van God bedienen, gemeente, naar aanleiding van wat u vindt in Johannes 19 vers 18. Johannes 19 vers 18. Alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen aan elke zijde heen en Jezus in het midden. Wij zetten boven de preek van deze avond Christus gekruisigd.
Christus gekruisigd. Wij zien in de eerste plaats zijn kruis. Wat houdt het kruislijden van de Heer Jezus in? Wat is de betekenis van zijn kruis? Wij zien in de tweede plaats zijn gezelschap. En met hem twee anderen aan elke zijde één. Wij zien in de derde plaats zijn plaats en Jezus in het midden. Christus gekruisigd, zijn kruis, zijn gezelschap en zijn plaats. Geliefde gemeente, wat wordt er op deze wereld ontzettend veel geleden. Er zal hier in de kerk wel niemand zijn die nooit eens pijn gehad heeft, angst, verdriet. Er zal hier denk ik niemand zijn die nooit gehuild heeft. Terecht wordt deze aarde genoemd een tranendal. Toen Jacob 140 jaar oud voor Farao stond, toen zei hij: weinig en kwaad zijn de dagen van de jaren mijner vreemdelingschappen geweest. En Mozes, de man God, wat mogen we heilig jaloers op hem zijn, gaf het toch te kennen. Het uitnemendste van dit leven is moeite. En verdriet. Wij hebben allemaal ons deel aan het lijden wat op aarde geleden wordt. Elke dag klinken er wat zuchten. Zijn er wat een vloeken? Is er wat een opstand? Klimmen we daar ons naar de hemel? Worden de vuisten gebald? Waarom ik? Aan de ene kant. En aan de andere kant mag er door Gods genade een volk zijn dat wel eens zingen mag en ons gelouterd door het lijden. Gelijk het zilver wordt betroefd. Bij welk volk behoort u? Kunnen Gods kinderen dan niet opstandig zijn? Jawel. Zijn zij dan helemaal verlost van zichzelf? Wat maar waar. Dat is wel hun verlangen. Maar ook een Job die rechtvaardiger was, meer dan iemand op de aarde, heeft nog een tijd gehad dat hij zijn waarom naar de hemel slingerde. En ook Asaf die wist wat het was nabij God te wezen. Die moest bekennen dat hij een groot beest bij God was, omdat hij nijdig was op de Heer. Ziende der goddeloze voorspoed. En mijn bestraffing is het elke morgen. Maar dat is geen klein deel van het lijden. Van Gods volk. Weet je waar die het meest van lijden? Aan hun zonde. Aan hun opstaan. Daar lijden ze het meest aan. Leidt u er ook aan? God kent ons hart. Gemeente, uiteindelijk is het twee soorten van lijden. Er kwam ook deze morgen in ons midden een onderscheid openbaar. En ik weet het wel, dat onderscheid kan door de tafel en door de banken heen lopen. Maar het onderscheid is tussen dien die God vreest en dien die hem niet vreest. Zoals we hier zitten en staan, is het van tweeën één.
We zijn op weg naar de hel. En we zijn er vlakbij. Of we zijn op weg naar de hemel. Het is van tweeën één gemeente. We zijn dood in de zonde en de misdaden. Of in een godsdienst van eigen maaksel. Of wij zijn met Christus levend gemaakt. En hij leeft in ons. En de overblijfselen van zijn lijden worden dan in ons vervuld. Allen die in ons midden nog onbekeerd zijn. U moet veel lijden. De een meer, de ander minder. Er zijn heel wat dingen in uw leven die u zo graag anders wenst. Weet dat uw lijden, de beproevingen die God u zendt, op uw bekering gericht zijn. Dat ze u herinneren aan het lijden dat komt. Dat het nog maar speldeprikken zijn. Vergeleken bij wat straks de verzoenden in de eeuwige rampzaligheid zullen lijden. Daarom geeft elk lijden, elk kruis, deze boodschap voor u. Vlieg de toekomende toorn. Haast u om uw levenswil. Want God had u al lang weg kunnen doen. En als u op de rechte plaats voor God komt, dan is het wonder wel eens groot geweest dat de Heer het nog niet gedaan heeft. Heer, u had maar lang weg kunnen doen. En u hebt het nog niet gedaan. Het zijn de goede tierenheden des Heeren. Dat we niet vernieuwd zijn. Ook het lijden. Ook de slagen. Ook de kruisen. Zijn nog liefde van de Heer. Gans anders. Is het lijden van uw kinderen God. In ons midden. Uw lijden is niet een voorbode van het eeuwig gederf. Uw lijden is gericht daarop om u klaar te maken voor de eeuwige heerlijkheid. Uw lijden is erop gericht om u meer en meer gelijkvormig te maken aan het beeld van uw meester. De overste leidsman onze zaligheid is door lijden geheiligd. En het kan nooit anders als u op weg bent naar de hemel. Dan zult ge zijn voetstappen moeten drukken. Dan zult ge zijn kruis moeten dragen. Indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Die nemen zijn kruis op en die volgen mij. En een kruis is smakelijk voor ons vlees, voor onze hoogmoed, voor onze wellust, voor onze gemakzucht, voor onze eerzucht. Maar dat moet er nou net allemaal aan. En ons geloof door het lijden. En daarom mogen God kind. Toch mee eens worden. Daarom mocht Job toch zeggen. Met het gehoor van mijn oor heb ik u gehoord. Maar nu ziet u mijn ogen. En ik vervoei mezelf. En ik heb er al. In stof. En acht. Gemeente. Het gaat vanavond niet. Over ons lijden. Maar als u lijden mag en de lijdende borg beminnen mag. Als u door hem pas klaargemaakt wordt voor de eeuwige heerlijkheid. Dan is dat een vrucht van zijn lijden. Dan is dat een vrucht van dit woord. Alwaar zij hem kruist. Ik wil uw aandacht in dit uur van nabetrachten. In de allereerste plaats dus stilzet bij het kruis van Christus.
en het lijden wat hij daarin heeft doorleven. Van daaruit is voor een ieder van ons oneindig veel te leren. Gemeente, het lijden van Christus is zo oneindig zwaar geweest, dat nooit enig lijden van iemand op aarde daarbij benadering mee te vergelijken is. Ik hoorde eens een vreselijke uitdrukking van een Roemeense priester die jarenlang gemarteld was in communistische concentratiekampen. En dat moet vreselijk zijn. En die man gebruikte een vreselijke, gruwelijke, goddeloze uitdrukking. Hij zei: ik heb meer geleden dan Christus. Wie zoiets zegt, verstaat nog niet van het lijden van Christus. Die als van verre iets mag zien en dan in geloof verlicht door God geeft. Het lijden van de Heer Jezus. Die moet inderdaad zeggen: in deze zee verzinken mijn gedachten. Wie hierin zou kunnen zinken, zal de bodem niet kunnen raken. Het lijden van Christus, al waar zij hem kruisten, was in de eerste plaats een lichamelijk lijden. Zijn lichaam heeft onzegbaar veel geleden. Zijn rug was opengegeven. Hij was gebroken. Vreselijk waren de geestelslagen die zijn lichaam stuk hebben gebeurd. Werd opgericht, hing de zaligmaker in zijn eigen wonden, die spoedig ontstoken werd, waardoor de vreselijkste koorts en de ondraaglijkste pijn zijn lichaam hebben afgemaakt. Ontzettend zwaar was het lichamelijke lijden. Totaal verplakt. Helemaal bij. Er is niets geheel in mijn vlees. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. En dit veroorzaakt een ondraaglijke dood. Die hem deed uitroepen: mijn dochter. Zullen we even blijven? Zullen we dit tot ons door laten breken? Lijden van Christus, lichaam. Wat betekent dit voor God? De straf. De straf op onze zonde, u, mijn zonde, wordt aan Christus gebracht. En ook hier weer gaan de wegen uiteen. U die nog onbekeerd bent, u die nog niet een levend geloof
in Christus bent. Wat moet u afleveren aan dit lijden van Christus? Uw eigen straf, die u straf zult ondergaan tot in alle eeuwigheid. Uw ogen die naar het kwade hebben gezien zullen lijden. Uw handen die de verboden vrucht hebben genomen zullen lijden. Uw voeten die u naar de plaatsen der ijdelheid hebben gebracht, misschien in uw jonge jaren, God vergeven, zullen lijden. Daarom hebben de kinderen van God het uitgezegd. Kermen ze het altijd weer uit. Als zonde zonde wordt. En schuld schuld. Straf straf. Laat de zonde nimmer gaan. Die mijn jongheid heeft bedreven. Denk aan mij nog in genade. Om uw goedheid. Eerlijk. Ziet in het kruis van Christus. Hoe God uw zonde draagt. Hoop dat u niet misleidt. Wat ik u nu zeg. Ik hoop, jong en oud, dat u het niet meer kunt vergeten. Dominee, u maakt ons waar. Ik maak jullie niet waar. Ik zeg jullie de werkelijkheid. Ik predik u de waarheid. Hoe zult gij ons bieden? Het is ons eigen woord. Hoe zult gij ons bieden? Als God zo'n grote zaligheid. Geen achter. Als u maar rustig doorleeft. Ja, ik kan niet aan tafel slaan. Ik heb niet een waar geloof. Ik ben niet verkeerd. Kan zo niet blijven. Dat gaat mis. Dat gaat eeuwig mis. Daarom komt er vanuit het kruis van Christus een klemmende oproep. Bekeert u. Bekeert u. Want er is een zaligmaker voor uw zon. Er is een borg voor uw schuld. Er is er één die zich aan het kruis liet nagelen. Er is er één die de straf wilde dragen. En wie in hem gelooft, zal leven. Dat moet u afleiden, kinderen des Heeren. Uit dit zware lichamelijke lijden van Christus. Zijn grote liefde voor u. Hij wilde dit voor u doen. U moet eeuwig wegzien. U moet eeuwig gepijnigd. U hebt het verdiend om weg te zinken in die plaats waar de rook van hun pijniging opgaat. Tot in alle eeuwigheid. U hebt de straf verdiend. Daar heb u toch iets van gevoeld. Toen God u ontdekt. Daar hebt u toch iets van ervaren. Toen de Heilige Geest u overtuigde van God. Toen hebt u er iets van gevoeld. Die straf, Heer, heb ik verdiend. Toen u schreeuwen ging om genade, heb je toch uw rechten verloren. Want anders is het niet echt. Genade is niet goedkoop. Genade is niet oppervlakkig. Genade wordt gevoeld. Genade wordt begeerd. Want een mens voelt dat hij de straf waardig is. Gemeente, het lijden van de Heer Jezus. Was niet alleen lichamelijk. Het lijden aan het kruis, als ik het zo eens mag uitdrukken, lichamelijk, was nog maar het minst. Was nog maar het licht. De Heer Jezus heeft aan het kruis, al waar zijn kruis, ook oneindig zwaar, psychisch, geestelijk, geleden.
geestelijk lijden is zwaarder dan lichamelijk lijden. Mensen die onder ons psychisch veel moeten lijden, die zeggen dat begrijpelijk. Misschien wel eens, ik wou liever een been breken. Maar we hebben niet te kiezen. Psychische lijden van de Heer Jezus. Zijn mateloze droefheid. Zoals hij het in Gethsemane heeft uitgedrukt. Mijn ziel is geheel bedroefd. Tot de dood toe. Bent u wel eens ontzettend bedroefd? Niemand is ooit bedroefder geweest dan de Heer Jezus. Zijn ontzettende angst. Zijn vreselijke angst. Die hem deed uitroepen. Mijn Vader, indien het mogelijk. Laat deze drinkbeek van mij voorbij gaan. Zijn ontzettende zielenbenauwdheid. Die hem het bloed al uit de poriën geperst had. Maar nu aan het kruis gemeente. Daar wordt hij bespot. Daar wordt hij belasterd. Hij die gewend was aan de hoogste Heer. Hij die het verdient om door ieder van ons geëerd en geprezen te worden. Gezocht en verheerd. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Wij niet. Wij achten hem dat hij van God geslagen en verdrukt was. Daar werd de Heer Jezus naakt uitgekleed. Adam, hij kreeg te horen, waar zijt gij? Vreesde in de hof, want ik ben naakt. Hier hangt de tweede Adam. Zij hebben mijn klederen onder zich verdobbeld. En over mijn kleding hebben zij het lot geworden. Daar hangt hij in zijn schaamte, in zijn schande. Oneer, ontluisterd, gewond, beangst. Dat psychische lijden. Dat is zo zwaar. Wat kunt u hieruit afleiden, gemeente? Dat als u nog onbekeerd en onverzoend bent, u straks, als God gaat afrekenen met u, een ontzettende angst zult hebben. Een angst die nooit meer overlaat. Een benauwdheid zult hebben. Die nooit meer van u wijken zal. Een wroeging zult hebben. Over al uw zonden. Die nooit meer weggaan zal. Een schande en een schaamte zult hebben. Omdat alles van uw leven voor ieder naakt en geopend is. Want er is geen ding verborgen wat niet openbaar wordt. Dat kunt u hier uit het kruis van Christus aflezen. Want God voltrekt de straf op onze zonde. Daarom haast u naar Christus. Haast u naar het kruis. Zoek het leven. Zoek hem. Leg u aan zijn voet. Smeek om ontdekking. Smeek om levensmaking. Smeek om ware bekering. Zet alles op alles. Om tot God bekeerd te worden. Want is nog de wel aangename tijd. De dag der zaligheid. Maar spoedig is die tijd voorbij. En als God u zal vinden in uw zonde. Lees dan uit het kruis van Christus af. Hoe hij u straffen zal. Kinderen van God. U bent wel eens bang geweest. Bang om te sterven. Bang om God te ontmoeten. U hebt het zelf benauwd gehad. Je hebt het Psalm 38 gelezen.
Dat is een profetie van het lijden van Christus. Maar het is ook de beleving van David zelf. Het is ook de beleving van Gods ware volk als iets van de werkelijkheid van zonde en schuld wordt ingeleverd. En al die oppervlakkige godsdienst wordt weggevraagd in het leven. En zonder zonde wordt een schuld schuld. Maar het is niet makkelijk. Dan krijgen we het wel eens heel benauwd gemeente. Als we geen uitzicht hebben. Als alleen maar het oordeel en de straf ons voor ogen zien leven. Mijn zonde ziet mij steeds voor ogen leven. Als wij benauwd worden door de angsten van de hel. En alle troost door ons gemist wordt. Al de kinderen van God in de weg van ontdekking zijn daar niet veel vreemd aan. Maar wat is gebeurd? Wat is gebeurd? Toen God uw oog richt op die gezegende zaligmaking. Toen viel de angst weg. Toen ging de benauwdheid weg. Toen kwam er vrede. Toen kwam er rust in uw ziel. Door zijn vriend is ons genezing geworden. En de kracht die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Wie zal die liefde teilen? De liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. Gemeente, ik heb u nog niet genoemd. Alles waar. In het lijden van Christus. Dus alles waar. Heb ik u nog niet genoemd. Lichamelijk lijden. Psychisch lijden. Alles waar te lijden in het kruis van Christus is een zielenlijden. Zielenlijden. Toen de Heer Jezus in die drie uur gedaan stond en het zo donker werd van binnen in zijn ziel. Toen hij wegstond in de diepte der hel. Toen hij het uitgebrulde, grote stem. Mijn God, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hij die gewend was aan volmaakte liefde, aan eeuwige gemeenschap. Maar nooit iets te verlaten. Hij werd nu verslagen. Hij werd nu gestolen. Hij werd nu weggestolen. In de rampzalig. De toren God tegen onze zonde. O dodelijk hier. Dat hitte doet mij branden. Dat is alles waar. Dat is allerergste straf in de hel. Voor eeuwig verlaten. Voor eeuwig gestolen. Straf. Wat op hem. Kinderen van God. U hebt wel eens iets gevoeld in uw ziel. Van God storen. Van het heilig ongenoegen God. Tegen uw zon. Dat is het allerergste voor u geworden. Daarom zeggen onze vaderen, die mensen mochten door genade weten, dat de verberging van God aangezicht voor de kinderen God bitterder is dan de dood. Wat zal het dan voor de Heer Jezus geweest zijn? De verberging van God aangezicht. De verlating van God. De verstoting van de zaak. Dat is het allerergste. Eeuwig duiden God. Eeuwig prijsgegeven. Aan de duizendste duizend. Eeuwige wanhoop. Die onze ziel ontsluiten kan. Als wij niet tot Christus zijn. Als wij niet in hem geborgen zijn. Als wij deze zalig maken verachten. O, dit hoe grote liefde, ons de Vader gegeven,
dat hij zijn zoon hiertoe wilde over. Want de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. Want als u genade hebt ontvangen, als u iets van Gods toorn over uw zonde hebt gevoeld, en u mocht door het geloof op Christus, hebt u toen geen zoete vrede gekend? Hebt u toen niet dat grote wonder beleefd? Vrede, ogenblik, dat er niet meer tussen ligt. Tussen God en onze ziel, overgoten te worden met goddelijke liefde. Verzekerd te worden van Gods eeuwige God. Ik zal niet meer op uw toorn, nog helden in de eeuwigheid. Want mijn toorn is afgezien, helemaal gelegd. Op hem begrijp u gelijk waarom Christus dierbaar is. Voor al degenen die hem werkelijk kennen, die echt in hem geloven, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen, in de tweede plaats zijn gezelschap. Met hem twee anderen, aan elke zijde heen. Welk gezelschap koos de Heer Jezus? Zulk gezelschap, gemeente, zouden wij niet gekozen hebben. Zou u bij moordenaars willen hangen? De Heer Jezus ging niet in een rij van martelaren hangen. Hij ging ook niet in een rij van helden hangen. Maar hij hing daar tussen twee misdaden. Dat gezelschap koos hij. Want hij deed dit alles vrijwillig. Dit was alles bepaald in de eeuwige vrede raad God. Dat die moordenaars daarnaast Jezus kwamen te hangen, dat was echt geen toeval. Zoals er niets toevallig is. Maar alle dingen geleid worden naar zijn raad. Dat is de troost voor de kerk. Maar hierin ligt een machtige troost. En hij is met de misdadiger gerekend. Wij zien in de eerste plaats hierin hoe Gods woord vast en zeker vervult. Hoe waar het woord God, bent u daarvan overtuigd? De eeuwige vastheid en waarheid van het goddelijke woord. Zit u hier vanavond in de kerk? Misdadiger. Zit hier overgeven? Zit hier moordenaar? Nee, dat wel mee. Die zit in de gevangenis. Of zijn op de vlucht. Het zou heel erg zijn. Als u nooit hebt gevoeld dat u een moordenaar bent. Wie zijn broeder haat, is immers een doodslaag. Het zou heel erg wezen, gemeente, als u nooit hebt gezien dat het wezen van u te staan geneigd God en de naam. Heb u nooit gevoeld zo hopeloos, zo goddeloos, zo bedorven? In deze ben ik de moordenaar. En als God me los en dat zij mij uitkomt, dat er in is, dan doe ik het ook. Dan doe ik het gerust. Ik heb aan mijn katechisant dit voordeel zelf genoemd. Zachtmoedige huisvaders kwamen in de oorlog op de Grebbeke. De
konden eigenlijk geen bloed zien. En geen mens doodde, dacht ik. Na 3 dagen staan ze niet meer tegenop. En duizenden duizenden. Waar een mens zichzelf weer kent, krijgt hij zo'n hopeloos gevoel. Wat ben ik eigenlijk? Wie ben ik nou eigenlijk? Een misdaad. Een moordenaar. Overgeven. Gemeen. Op alle kanten. Zo hard. Twee keiharde, kille, koude mensen uit deze hart. En die met hem gaan hangen waren. Boven hem. Lasten hem, allebei. Allebei. Dit hier vanavond is toch zulke mensen. Zal toch kunnen. Avondmaal geweest, niet aangekeerd, niet aangekeerd. Ik zou die heilige tafel, maar die goede. Ik zou dat heilige brood, maar onteren. Zo een als ik, kan nooit. Kan dat niet. Kijk dan in welke welstand. De Heer Jezus komt. Welke welstand vind je? Dan moeten jullie dicht bij de Heer Jezus komen. Zouden jullie ook op willen letten daarachter is? Op de galerij. Gaat toch niet anders doen. Om echt dicht bij Christus te komen, moet u een misdadiger worden. Niet een zo mens, niet een goed mens, niet een heldhaftig mens, niet een gelovig mens, maar een misdadiger. En dat wilt u nou juist niet worden. Daar ben u te goed voor. Er moet aan uw goede naam niet komen. U bent nog wat. Ben u niet. Ontdekking. Vraag om ontdekking. Meek om ontdekking. Want uw geloof is waardeloos. Zonder ware ontdekking. U bedriegt uzelf zonder dat u zelf kent. Dit is het gezelschap wat Jezus komt. Hij heeft u eenmaal geen ander. Er zijn geen anderen. Er zijn geen betere. In wezen zijn we allemaal hetzelfde. Onze keel is een open graf. Lang het een einde is onder onze licht. En de weg des vredes hebben we niet gezegd. Je kunt het wel mooier maken. We proberen ons mooier te maken. Maar er is een volk op deze wereld. Dat is niet mooi meer. Maar dat mag juist moed zijn. Dat mag juist moed zijn. Wij anderen worden met God verzoend. Hij is met een misdadiger. Gerekend. Ach, zit hier nou een misdadiger vanavond? Zit hier nou nog een mens? Voor wie het niet kan? Ja, dat wil de duivel je wijs maken. Dat je te slecht bent. Dat je te veel zonde hebt. Dat je te hard bent. Geloof die leugen na toch niet? Want er is niemand te slecht. Er is niemand te hard. Er is niemand te koud. Er is niemand te ver weg. Er is niemand te af om door Jezus gerecht en gezaligd te worden. Lieve vrienden, hierin ligt juist ook de ruimte van het evangelie. Waar we radicaal zondaar worden. Daar wordt alles zo puur genade. Daar komt alles zo zuiver te liggen. Daar ligt de zaligheid alleen in die gekruisigde zaligmaak. Dat is het gezelschap waar hij koopt. Dat hij koopt. Voor zulke wilde hij aan het vloekhout hangen. Om hun straf te dragen. Om hun schuld te betalen. Om hun leven te vernieuwen. Want dat gebeurt aan het kruis.
Dat gebeurt. Daar geschiet een groot wonder. Die twee. Die ene, hoort u hem. Hij verandert. Zoals we allemaal moeten veranderen. Denk erom dat elk mens moet veranderen. Denk erom dat zonder die grote ware verandering niemand God zal zien in vrede. Denk erom dat we met onze godsdienstigheid en kerkheid en vromerheid straks eeuwig om zullen komen. Wij moeten misdadigers worden in eigen waarneming, want we zijn het. Alles wat we meer zijn, maken we onszelf vrienden. Hij is met de misdadigers gerekend. Dat is nu de troost van het evangelie voor een zondaar, voor een vijand, voor een mens die toch niet deugt en nooit deugen zal. Hij wil u hebben. Hij wil u zalig maken. Kijk maar, aan het kruis is hij bezig. Daar hoor ik er een. Vreest hij ook God niet? Daar ging hetzelfde oordeel zijn. Daar hoor ik hem roepen. Heere, gedenk mijner. Als hij in uw koninkrijk gekomen zijn. Daar krijgt die man zelf kennis. Daar krijgt die man God kennis. Daar krijgt die man Christus kennis. Daar ziet hij met een oog van geloof in de kruiskoning. Zijn heerlijkheid en schoonheid. En hij krijgt antwoord. Hij wordt verlost. Voor wat zwaar wordt, wordt gemeenschap gehaald. Wat zwaar wordt, gaat het gehaald. Wat echt is, duurt het niet lang meer. Deze man kreeg antwoord. En in hem is het schriftwoord vervuld. Deze ellendige riep. En de Heere hoorde hem. En verlost hem. Uit al zijn benauwdheid. En als u nou wil weten hoe God een mens is. Dan is in dit ene woord alles gezegd. Kun er een hoop bij maken. En de Heere zal met ieder zijn eigen weg gaan. De kern van de zaak is dit. Zondaar die roept uit de nood, een misdadiger. Die verlegen wordt om Christus. Omdat er buiten Jezus geen leven is. In zichzelf alleen maar de dood is vult. Maar in hem de gerechtigheid. Heere, gedenk mij. En nou maar wacht. Mijn ziel wacht op de Heer. Meer dan de wachters op de morgen. Hij spreekt gewicht. Op elk die voor hem leeft. En die ander. Daar hoor ik niks van. Hij gaat in ieder geval niet ongewaarschuwd verloren. Vreest gij ook God niet. Maar ik hoor verder niks. Ik laat het rusten. Het is erg als we niks van u horen. Als we op huis toe komen. En we horen niks. We horen niks van het wonder. We horen niks van de schuld. We horen niks van de verlossing. We zien niks van de dankbaarheid. Dan weten we, het is niet goed. Het gaat niet goed. Met moeite naar de kerk. Makkelijk thuis blijven. Een godsdienst van eigen maaksel. Hoeft zo zwaar niet. Zo diep niet. Dit mag ook wel, dat kan ook nog wel. Kan allemaal niet voor vrienden. Kan allemaal niet. Als zonde zonde wordt, kan er niet. Echt. Dan wenst u een nauw leven. Leven dicht bij hem. Die zoveel voor u deed. Die u zo zeer beminde. Die u als een vuurbrand uit het vuur rukte. Dat doet de Heere met misdaden. Daar gaat hij altijd nog mee door. Daarom hoeft niemand te wanhopen. Maar gemeen, het moet wel gebeuren. Wat een onderscheid. Zo dicht bij Jezus. Het is allemaal in de kerk. Dit woord komt tot een ieder van ons. We hebben de tafel zien aangericht.
de halve auto. Om 30 uitbreed. Wat een gruwelijk. In de ogen des Heer. En een verachting. Als een dierbaar sacrament. En er allemaal dichtbij. Het woord is in ons huis. Jezus wordt ons verkondigd. En wat een onderscheid. Wat een onderscheid. Haast die gemeente om uw leven te doen. Als u moet zeggen, ik ben nog net als die anderen. Weet dan dat hij de machtige is. Om u te veranderen. Om u te vernieuwen. Dan ook niet aan hem. Wel aan u zelf. Maar niet aan hem. Want het feit dat u hier zijn mag. Mag u bemoedigen. Want waar het evangelie verkondigd wordt. Roept Christus. Zondaar. Misdaad. Tot bekering. Trekt hij zijn handen naar u uit. Kom maar. Ja, maar ik ben zo hard. Hij kan dat harde hart opbreken. Ja, maar ik geloof het niet echt. Hij kan u het geloof geven. Ja, maar ik heb geen zonde kennen. Hij kan uw blinde ogen openen. Ja, maar ik heb Jezus nooit echt gezien in het geloof. Hij openbaart zich door zijn woord en geest. Hij doet diezelfde wonderen nog. Daar gaat hij altijd mee door. Want zijn werk is nog niet klaar. Zijn huis is nog niet vol. Anders was hij al gekomen. Als zijn huis vol is en zijn werk klaar is, dan komt hij. Want hij is nu in zijn heerlijkheid. Gedenk mijn Heer, als in uw heerlijkheid zult gekomen zijn. Voorwaar, zeg ik u. Heden zult gij met mij. Met mij in het paradijs zijn. Daar heb ik. Dat willen ze. Dat is hier het verlangen van hun hart. Met Jezus. Dicht bij hem. Wat was de plaats die Jezus koos? En Jezus in het midden. Nu werd de ergste zondaar altijd in het midden geplaatst. De allerergste misdadiger hing in het midden. Dat wilde hij zijn. Omdat hij de zonde der wereld droeg. Dat hij kinderen van God in ons heeft. Al uw vuile zonde op zich heeft genomen. En als u daar in het geloof iets van beleven mag. Dan komt Jezus in het midden. In het middelpunt. Dan wordt hij u lief. In het midden van uw leven. In het midden van uw gedachten. In het midden van uw liefde. In het midden van uw verlangen. En ik hoorde een stem, zegt de apostel der liefde. Uit het midden van de troon. En wat zongen ze? Het lam dat geslacht is. Is waardig te ontvangen. De kracht, de rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid. Jezus, het eeuwige, stralende middelpunt in de troon, hier in de beginsel. En straks volkomen, Jezus in het midden. Gun hem die plaats en gij zult zalig zijn. Amen.